Ja, het zijn de betekenissen die je geeft aan die gebeurtenissen die gebeuren. Daar zit het hem in. Want als je dus dan denkt van ja, oké, het ligt aan die anderen, dan plaats je jezelf in een slachtofferpositie. En een slachtoffer, dat is eigenlijk een rol die veel mensen heel vaak heel fijn vinden. Het is een beetje weer ook in je kind zijn terug zijn, dat er voor je gezorgd wordt en dat je aandacht krijgt voor anderen. En dat je zelf niet verantwoording hoeft te nemen. Want oplossing voor slachtoffergedrag is in alle rollen is dat verantwoording nemen. Je hebt het slachtoffer zelf, hè, dus je bent slachtoffer. Maar ook de dader is ook een slachtoffer. Want die heeft ook ervaringen waarin hij dus slachtoffer was. En die doet dat daarom, terwijl hij niet snapt waarom hij het doet misschien zelfs. En dan zijn er ook nog andere oud-slachtoffers die denken van ja, nou, maar het is goed hoor wat je doet. En je hebt gelijk dat je gram haalt en dat je wraak wil nemen en zo. Ja, dat is ook slachtofferschap. Het zijn zogenaamde helpers, maar dat zijn het niet. Een echte helper, die doet dat niet. Die probeert jou zelf verantwoording te laten nemen. En dat is een heel proces. Want als iemand het over iets heeft wat ik belangrijk vind, dan heb ik toch de neiging in de eerste plaats om te zeggen van ja, maar zo is het niet en dat. En dat werkt niet. Want wat die ander zegt komt meestal ook uit een gevoel, dus ook uit een overtuiging. En daar kun je niet mee beredeneren. Daar kan je niet van winnen. Overtuigingen komen voor het grootste gedeelte uit je onderbewustzijn. En je onderbewustzijn wint het altijd van je bewustzijn. Je bewustzijn heeft maar 2% van het totaal en die andere 98% wordt door je onderbewustzijn bepaald.